De rechtbank vindt het aannemelijk dat de jongens op de brug hebben gescholden. Ook met woorden als homo en flikker. Daarmee staat echter nog niet vast dat de ruzie is ontstaan omdat de mannen homoseksueel zijn. En dat is dan misschien toch een beetje jullie woord tegen dat van hun geweest. Ja, en dat is heel moeilijk te bewijzen zolang je geen beeld- en videomateriaal hebt.